Hoi en wat super leuk dat je bekijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een heel mooi apart bloemstuk maken. We gaan aan de slag met Oasis Bio. Ik heb de blok hier al naast me. Ik heb hem al even vol laten zuigen. Let goed op dat je hem nooit onder water doet, maar dat je hem zelf vol laat zuigen. Dus niet onder de kraan houden of zo, maar gewoon eventjes een bak vullen, daarin laten leggen en zelf vol laten zuigen. Als hij helemaal onder water is, dan kan je hem gaan gebruiken. En dat heb ik zojuist ook gedaan. We gaan een heel apart bloemstuk maken, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder een kopje cursuspakketten. Daarnaast kan je ook de producten die ik vandaag gebruik van Oasis daar ook bestellen. Dus mocht je iets zien in deze video waarvan je denkt, goh, dat wil ik gebruiken, ga dan naar onze webshop. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we een apart bloemstuk maken. Hè? Ik heb hier een ondergrond, twee schalen. Daar gaan we straks een soort étagère van maken. Hè? We gebruiken daarvoor de Oasis Bio. Ik heb wat bakjes bewaard waar normaal siervruchtjes en dat soort dingen in komen. Daar heb ik er altijd heel veel van zonder om weg te gooien. Dus ik bewaar ze altijd en dat komt goed uit, want dan kunnen we hier weer in gebruiken. Scheelt plastic weggooien en zo op die manier denken we toch een beetje aan het milieu. Want ja, heel veel plastic is natuurlijk niet goed, maar zo gebruiken we mooi weer. En dat gaan we dus doen in combinatie met het steekschuim. Ik haal je even dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Vandaag gebruiken we de standaard blokken, maar wel de bioversie, maar de standaard formaat blokken. Maar we gaan geen normaal bloemstuk maken. En je zult je afvragen, waarom zijn we plastic bakjes nodig? Nou, we gaan een soort étagère bouwen. Maar we willen natuurlijk niet dat deze onderkant nat wordt van het steekschuim. Dus deze zetten we in het midden. Je zou ook iets anders kunnen gebruiken, een emmertje of wat dan ook. Maar als je het pakket bestelt, krijg je deze er gewoon bij. En daarmee, die zet ik in het midden. Doe ik er een stukje steekschuim tussen om op de juiste hoogte te krijgen. Helemaal mooi volgezogen. Als er luchtbelletjes in zitten, dan weet je dat je hem onder water hebt gedrukt. Of dat er water bovenop is gekomen. Maar je moet zorgen dat hij mooi egaal vol is gezogen. Dat hij vol is gezogen met water. Ik zou bijna niet uit mijn woorden komen. Kijk, iets te breed. Ik wil namelijk dat de bakjes tot de rand komen. Kijk. En dan zetten we deze er straks op en hier aan de zijkant vullen we verder ook met steekschuim. De bak is gevuld, het bakje staat in het midden en daar leunt dit bakje dan weer op. Je kan eventueel wat lijm gebruiken om er vast in te zetten als je dat makkelijker vindt. Maar zo blijft het potje mooi geel, zoals je kan zien. En dan kunnen we aan de zijkant toch bloemen steken en hierbovenin ook weer. Hierbovenin wil ik ook zo wat plantjes gaan gebruiken. Mooie Thilantia en bromeliaatjes. Die kan je altijd hierbovenin water geven, maar ik spray ze ook altijd even in. Met de Floral Life. Want dat vinden ze best wel prettig. Die houden daar wel van. En dat geldt ook voor Thilantia plantjes. Die mag je ook best even insprayen. Doe er eerst even een laagje onder. Dan kan ik straks de plantjes er ook in doen. Maar die wil ik iets omhoog hebben. Kijk, dan komen ze gelijk mooi uit. En als je dan hebt bepaald, kan je de zijkant weer verder vullen met steekschuim. En ik wil straks aan deze kant ook een plantje nog. Die druk ik erbij tussen. Kijk, het heeft al helemaal een leuk effect. En
Bovenin plaats ik ook nog leuk een Tillandsia plantje. Kan je op draad zetten, maar je kan hem er eigenlijk gewoon zo bij tussen steken. Hoef je er helemaal niet zoveel aan te doen. En die plantjes geven net een aparte effect in het stuk. En daarnaast werken we dus ook met snijbloemen. Dus ik vind het leuk om te combineren tussen plantjes en snijbloemen. De snijbloemen steek ik gewoon kort en compact in. Ik wil aan de bovenkant in het midden even wat hoogte. Ik gebruik een mooie narine. Dit is een licht rozere kleur, maar donkerroze is ook heel erg mooi erbij. En ik werk dus met mooie kleurencombinaties. Een mooi vrolijk stuk, roze, oranje. En die kleuren vind ik juist erg mooi bij elkaar. En vooral die tinten zoals je het mooi op elkaar afstemt. Bovenin gebruik ik dus wat hoogte en onderin laat ik het wat korter in. Wanneer je gebruik wil maken van een gerbera in een oasisstuk, steek je even voor met een steel. Je kan gewoon de steel gebruiken die je ook gebruikt voor de gerbera, dus die snij je af. Dan snij je de bloem even aan, steek je erin, kijk je even of die goed op lengte is. Dan haal je hem er even uit en snij hem nog een keer aan. Zo verstoppen de vaatjes niet en heb je een lang houdbaarheid van een gerbera in een stuk. Erg belangrijk. Zo maken we een soort taart, een piramide. Etagère, hoe je het ook wil noemen. Ik zou zeggen, verzin een leuke naam voor dit stuk. Om daarna nog eventjes helemaal af te maken, gebruiken we een houtslinger. Ik haal hem wel even wat uit elkaar, want dan kan je hem net iets subtieler verwerken. Ik zet het gewoon vast met een krammetje en dan laat ik hem meelopen met het stuk. En daarmee maak je hem nog net iets aparter en nog wat luxer. Sowieso erg luxe stuk, zo in combinatie met de plantjes en de soort materialen. En je kan dat zoveel doen als je zelf mooi vindt. Als je vindt het mooier als hij wat rustiger blijft, dan kan je ze ook weglaten. Maar ik vind het wel een heel mooi effect geven. Hè? Kijk, een prachtig mooi en luxe bloemstuk op deze manier. Dan spray ik hem nog eventjes helemaal in met de finishing touch spray. Dus ook heel goed voor de tropische bloempjes. Doe het even op een afstand. En zo hebben we nog langer houdbaarheid. Een heel mooi, vrolijk, maar apart en luxe bloemstuk. Je kan hem natuurlijk in elke kleurstelling maken wat je maar leuk vindt. Maar ik vind het echt een hele toffe combinatie. Ook dat witte, dat brengt weer wat meer rust terug. En gewoon heel mooi geheel. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik ben benieuwd wat jij weer van dit bloemstuk vindt en wat je eventueel graag zou willen zien. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je me bij de volgende keer weer. Doeg!